volle mond staat Nike. Een VMBO-school met zo'n 500 leerlingen. Hier wordt al 7 jaar anders met onderwijs omgegaan. Chef Drumme stond aan de basis van een aantal baanbrekende vernieuwingen op deze school. Vanuit zijn eigen vakgebied, de beeldende kunst, heeft hij een visie op onderwijs ontwikkeld, waarbij de traditionele nadruk op het vergaren van kennis wordt losgelaten. Mijn expertise ligt in de kunst, maar als kinderen zeggen van ik ga me eens een weekje lang verdiepen in de schilderijen van Mark Rothko, die nu in het Haags Museum wordt geëxposeerd, dan kan hij misschien minder over de inhoudelijkheid van het werk zeggen, maar alles wat je van Mark Rothko wil leren, dan weet hij waarschijnlijk meer dan ik. Ik ben meer geraakt door de emotie van de kleur. Maar zij kunnen alle details van Mark Rothko en zijn hele leven en wat mensen erover zeggen, dat kunnen ze heel makkelijk vinden. En de combinatie is juist interessant als zij nou die kennis hebben, dat ik met hun naar het museum ga en ik mijn beleving met betrekking tot die kleur, want dat is een van mijn grote voorbeelden, dat ik hun kan inspireren met datgene wat zo'n schilderijen bij mij doen. Wat het gevoel zegt. Maar alle kennis eromheen kunnen ze zelf leren. Dus je moet ook kinderen in een wereld brengen waarbij, zoals Einstein het zegt, niet absurd genoeg kan zijn in denken. Wat leidt tot enorm veel falen en mislukken. En die mislukkingen die moet je vieren, omdat dat leidt tot bijzondere dingen.